De warmwaterleiding loopt vanaf de afvalcentrale langs de Gerbrandyweg en moet 3 maal onder het havenspoor worden geboord. Gedurende de werkzaamheden moet de bereikbaarheid van de bedrijven in het havengebied worden gegarandeerd. Op het parkeerterrein van het bedrijf Keppel Verrome wordt de booropstelling geplaatst. Een horizontaal gestuurde boring brengt de leiding op 40 meter diepte onder het wateroppervlak naar de overkant. Hierna loopt de leiding door Vlaardingen en Schiedam. De leiding komt via Schiedam, Rotterdam binnen bij het volkstuinencomplex Vreelust. Aan de oostzijde van het station Schiedam wordt geboord onder het spoor en de RET-lijn vanaf de Schievest richting de Hoge Banweg. Hier hebben verschillende gesprekken met deelgemeente Delfshaven en gemeente Schiedam plaatsgevonden. Op de Hoge Banweg zal de leiding deels onder de hoofdrijbaan en deels in de groenstrook komen te liggen. En wordt hij onder de Franselaan doorgeboord om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, zal er bij de heraanleg van het park, op verzoek van gemeente Delfshaven, een nieuwe indeling komen. Zo komt er een wandelpad en zal er plaats worden gecreëerd voor het uitlaten van honden. Ook komt er een grasveldje waar kinderen vrij uit kunnen spelen. Het huidige speelveld blijft ook intact. Na de Hoge Banweg wordt onder de Schiedamseweg geboord. De warmwaterleiding loopt dan via de Marconi en Galileestraat richting de Merweehaven. Omdat de Schiedamseweg een waterkering is, mogen de werkzaamheden hier alleen buiten het stormseizoen plaatsvinden. Aan de Galileestraat en de Marconistraat zitten veel grote transportbedrijven en fruitterminals. Er is hier weinig ruimte onder het straatoppervlak, waardoor er vooraf kabels en leidingen moeten worden verlegd om ruimte te maken. Nadat de leiding een kleine bocht maakt, wordt de warmwaterleiding op het terrein van de EFG-centrale gekoppeld aan het bestaande Rotterdamse warmtenet.